Mijn zesboek. Het is een canvas. Het is een spiegel. Het is ontdekken. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt. Ik kan er mijn ideeën op papier zetten. Ik kan erin ontwerpen. Iets creëren. Soms kan mijn zesboek lang in mijn kast liggen. Andere keren kan ik er de hele avond in werken. Als ik in mijn zesboek kijk, zie ik mezelf anders en beter worden. Mijn tekeningen hebben vaak andere stijlen en andere kleuren. De fantasie die in mijn hoofd rondhangt, kan er in vorm krijgen. In mijn zesboek staan vormen en figuren die ik ken. Figuren en vormen uit een wereld die ik ken. Er is een land die ik nog moet ontdekken. In dat koninkrijk zijn andere vormen en figuren. Andere tekeningen in mijn zesboek. Kan ik zo'n ervaring tekenen, schrijven of vormgeven? Een beeld kan je tekenen. Van een herinnering onthoud je één bijzonder moment. Eén speciaal iets wat je bijblijft. Ik herinner me toen we lopen door de souk. We gingen op tocht door de bergen op een ezel. We dansten in de pacha. Of gewoon de gesprekken die we hadden. Zo'n momenten staan niet afgebeeld in mijn schetsboek, maar zullen zeker nog lang bijblijven in gedachten.